Ja, van natuur ben ik eigenlijk helemaal geen jaloers persoon. Al heb ik wel af en toe, als ik bijvoorbeeld kijk naar klasgenoten van mij, dat ze het heel goed doen. Dat ik er op een manier wel erg naar op kan kijken, zeg maar. Dus eerder gewoon ja, echt opkijken naar iemand. En dat ik een beetje hopelijk ook zo zou kunnen zijn. Op welk gebied ben je genotzuchtig? Ik ben het genieten van alles wat ik doe. Niet alles is leuk, maar dan als het ook als het niet leuk is, dan probeer ik er toch mijn eigen draai aan te vinden, dat ik achteraf kan kijken van, oh ja, dat is, heb ik toch wel een manier achteraf een kunnen bieden. Ik kan, ja, als ik over mijn eigen werk praat, kan ik af en toe wel eens arrogant zijn, omdat ik soms zo overtuigd ben van mijn werk. En af en toe is het over mijn eigen werk praten, ik probeer het heel voorzichtig te doen, maar alsnog zit er soms een beetje een arrogant randje aan, heb ik het gevoel. Ik kan wel eens losbandig zijn als ik goed in mijn vel zit of als ik genoeg heb geslapen en als dingen in mijn leven goed gaan, zeg maar. Ik denk dat ik op die manier wel best wel vaak ook wel een beetje de regels negeer of omvorm zodat het naar mijn eigen gaat. Ik kan wel hebzuchtig zijn over twee dingen, denk ik, op het moment. En dat is liefde en sigaretten. Ik denk dat die twee ook wel heel erg goed samengaan. Ja, ik weet van mezelf dat ik wel eigenlijk wel een heel lui persoon ben, maar omdat ik toch best wel een druk leven heb en ik toch wel echt shit gefixt moet krijgen, probeer ik mezelf echt heel erg daarbuiten te houden. Maar het is wel vaak heel lastig.